donc. Hey wat mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we verder doen met waar dat we geëindigd waren. En dat is nog een beetje verder doen. Dus we zijn bezig met ons veldse plan. En wat gaan we dan eerst doen is kijken wat we kunnen gebruiken. Dus deze komt. Dus we hebben dat al geregeld en dan gaan we kijken of dat we een haagje of een hekje kunnen plaatsen. Dus we gaan hier walls and roads. Ik wil jullie sowieso bedanken voor de 152 abonnees en we gaan op naar de 200. Daarom dat ik ook meer deze video's upload. Als ik niet aan het vloggen ben, dat ik dit doe. Wij zijn op ons maxke nu aan het... We hebben al 28 mensen die bij ons wonen, waar alles komt goed. Het eten het ook goed toe te stromen. Maar wat we nu gaan doen is kijken of dat we nog beter huizen kunnen upgraden. Dus Town Center tier 2. En als ik me niet vergis, hebben we die al geüpgraded naar tier 2. Ja, tier 1 is nu. Dus het volgende dat we gaan upgraden is, we moeten ongeveer 30 mensen hebben. Dus dat gaan we een keer rap oplossen. We hebben hier nog een vak dat vrij is, dus we gaan een paar huisjes plaatsen. Kunnen we dan hier plaatsen, eens kijken. Een parkje of zo? De terrasse. Hebben we niet iets groter?
voilà, we zijn nu in jaar 4, mensen. Dus we gaan kijken of dat we nog iets meer kunnen doen voor voeding. Als bodem erin zetten. En we gaan upgraden naar tier 2, mensen. Wij gaan nu kijken of dat... Ja, ik weet, maar bouw dan. Healer House.
trading post. De school. Aha. Kan ook wel. Kunnen we kijken of dat we daar hebben we onze capaciteit omhoog gehaald voor planken te maken. Wat we nu gaan doen is kijken voor de healer te bouwen. Want ze zijn ziek het voor hier. Die maakt schoenen, dus die hebben we ook hier. En dan hebben we dus dat is weer recht over. Deze hebben we even plaatsen. En deze. Thank you.
proberen onze productie weer omhoog te halen. Dus nog. Ja, ik weet mensen zijn allemaal dood. Ja, en nu gaan we wel een kerkhof moeten plaatsen, mensen. Dat gaan we eerst doen. Dat wil zeggen... En dat prioriteit geven. En dat is deze. Power zetten en dan. Kan ik al iets van andere dingen plaatsen? Kijken of dan we en een granary plaatsen hier. Dan. En die heeft een voorbereid. Zo. Plaatsen die hier. Eerst nog wat.
weer nodig. Ik sowieso nog één op de laatste. Ik ben zo druk met mijn microfoon bezig. Ik heb nu even het laten doen. Ik heb ondertussen een beetje drink genomen. En ja, het houdt het logs niet zo goed, blijkbaar. Maar mijn voeding gaat wel omhoog. Werken, dus ik
komt nog een veld bij. En dat ga ik alleen graan doen, voor brood te maken, een windmeel. En hier gaat er zo'n beetje van alles in. Dus deze wil ik wel vervangen naar... Wat steken jullie eruit? Dat dacht ik dus al. Wat steken jullie eruit? Wat we nog gaan plaatsen is... een... potbakker. Zo mensen, vanavond ga ik ook live op Fortnite. Dus we gaan vanavond geen Fortnite doen. Dus de klei die wordt binnengebracht en voor de school moet ook wel. Dus we gaan die twee aan de weg zetten. Dus we zijn nu ook waarde aan het maken. Dat de mensen veel beter kunnen. Een trading post ga ik zoiets. We zijn bezig mensen, we zijn bezig met de school aan het bouwen. Dus, kijk je daar mensen.
dus een paar huisjes plaatsen. Oeh, die... Sorry dat ik een beetje stil ben, want ik ben echt aan het focussen en dat ik het best kan oplossen. Aha. De lente komt er weer aan. Yay. We zijn al 7 jaar bezig met dit spel, mensen. Al ja, in de dingen.
14. We hebben 4 van elk dus. Maar mensen, kijk, we gaan voor vandaag afsluiten en ik ben een beetje de tijd uit. We hebben iets meer of niet 50 minuten bezig geweest. En we zien elkaar bij de volgende aflevering. Vergeet sowieso niet te abonneren op mijn kanaal. Deze video die wordt pas geüpload vanavond. En wij gaan morgen gaan we ook nog leuke dingen doen. Dus vergeet sowieso hier geen berichtje achter te laten in de reacties. En we zien elkaar bij de volgende aflevering. Dus ciao ciao mensen.